Allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dit superleuke 3D pas eentje moet maken op je Rainbow Loom. En deze is ontworpen door DIY Mommy. En ik heb ook weer toestemming van haar om deze te vertalen. En ja, laten we beginnen. We gaan beginnen met het maken van de oogjes. En daarvoor pak je een zwart elastiekje. En die zet je 4 keer op je haak. Dan pak je een enkel elastiekje in de kleur van je bad eendje. En dat wordt bij mij geel. En daar pak je een enkel elastiekje van. En dan zet je al deze 4 dingetjes over op dit elastiekje. En dan doe ik de beide uiteinden even op mijn haak. En dan zet ik dit even op een extra haaknaald. Zo. En nu maak ik nog zo'n oogje. Zwart 4 keer op je haak. Een enkel geel elastiekje. En de ringetjes erop. Beide uiteinden op je haak. En overbrengen op een extra haaknaald. Je kunt ze ook gewoon los neerleggen of op een satéprikker, maar ik ga het even hierop doen, want ja, dat is wel zo makkelijk. We gaan beginnen met het maken van het hoofdje van het badeetje. En daarvoor pak je 2 elastiekjes. En die draai je hier zo. Nog 2. Die gaan hier gedraaid. En de laatste 2. Die draai je hierheen. En dan gaan we nu een rondje maken. Dit elastiekje plaats je gewoon zo. En dan pak je je haaknaald en dan haak je overal de onderste 2 bandjes eroverheen. En je zorgt dat op elke pion 2 bandjes overblijven. En dan duw het een beetje naar beneden. De volgende rij is precies hetzelfde. Gewoon weer een rondje maken. En dan haak je overal de onderste 2 eroverheen. Vergeet niet dat je deze pion over moet slaan, want die telt gewoon niet mee. Zo, alles is gehaakt en dan duwen we het weer even naar beneden. Voor de volgende rij pakken we de oogjes erbij. Ik heb zelf alvast even van mijn haaknaald afgehaald. Het eerste oogje plaats ik hier. En de andere plaats ik hier. En voor de rest is het gewoon een rondje weer. En dan is het hetzelfde verhaal, overal de onderste 2 eroverheen. En duw je alles weer even naar beneden. Voor de volgende rij gaan we weer gewoon een rondje maken. En dan haak je overal de onderste 2 elastiekjes eroverheen. En dan zorg je op elke pin dat je weer 2 elastiekjes over hebt. Zo. We gaan nu het hoofdje van het badeentje eraf halen. En ik pak daarvoor even deze iets langere haaknaald. En van deze pin hoeft het niet. Zo. Nu ziet het er wel een beetje vreemd uit. Het lijkt nog niet echt op een eendje. Maar we gaan hem een beetje opvullen. En ik gebruik daar wat vulling voor.
Je hoeft er niet te veel in te doen hoor. Gewoon een beetje om het hoofdje mooi rond te maken. Prop het een beetje bij elkaar. En dan doe je het er voorzichtig in. Ik zie ook al wel dat er veel te veel in zit, dus ik trek er een beetje uit. Zo. Dit duurt nog best wel lang. Je kunt er ook gewoon oude elastiekjes of zo in doen. Maar ik doe het gewoon zo. Zo, dat zit erin. Dat duurde best lang, maar ja. Dan pak je een enkel elastiekje op je haak en dan alle bandjes erop over. En dat ging best snel. Andere uiteinden ook op je haak, achterste over de voorste. En aantrekken. Zo. Ik werk dit nog een beetje weg. Een beetje ronder. Nou. Is wel goed. En dan steek ik mijn haaknaald hier achterin. En trek het lusje een beetje doorheen. Zo. We gaan nu verder met het maken van het snuitje. Pak daarvoor een enkel oranje elastiekje. Dubbel hem. Steek dan met je haaknaald zo hier doorheen onder het oog. En dan zet je deze twee lusjes op je haak. En dan beide uiteindes op je haak. We gaan nu verder met nog een enkel oranje elastiekje, dubbel hem op je haak en dan trek je het er zo doorheen. En dan ziet het er nu zo uit. Wat we nu gaan doen is, je pakt hier zo 1, 2 bandjes. Dan pak je nog een oranje elastiekje, dubbel hem op je haak. En nu gaan alle lusjes op dat dubbelgevouwen elastiekje en het andere uiteinde ook op je haak. Nu dubbel je nog een oranje elastiekje. Hou ze even op je vingers. Steek deze haak weer in 2 bandjes onder het andere oog nu. Pak dan het dubbelgevouwen elastiekje op je haak. En haal hem dan zo alleen door de gele elastiekje. En dan het andere uiteinde ook op je haak. Nu nog 1 dubbelgevouwen bandje op je haak. En nu alle lusjes erop over. Die breng je dus allemaal over op het dubbelgevouwen elastiekje. Andere uiteinde op je haak. En dan achterste over de voorste en aantrekken. Nou, zo ziet je snuitje nu uit. Trek hem nog iets verder aan. Dan steek ik hieronder het snuitje hier doorheen. Zet deze lusjes op mijn haak. En dan trek je ze er doorheen. En ja, zo ziet het je eendje zijn hoofd er tot nu toe uit. Wat je nu gaat doen, je pakt de 4 bovenste bandjes. Hier zo, onder het snuitje. Dit zijn die bandjes die we aan het begin hebben gedraaid. Dan pak je de 4 bovenste, steek je je haak doorheen. Het ziet er dan zo uit. Pak dan 2 gele bandjes en trek die er doorheen. Zo. Pak dan het bovenste, de bovenste 2, zet die op de eerste.
En dan haal je deze lusjes er vanaf. Draai je hem in hier zo. Draai hem er zo op. Ja, dat was een beetje lastig, maar zo ziet het er nu dan uit. Pak twee gele elastiekjes en zet die op deze pion. In een 8 naar de overkant. Nog twee en die gaan in een 8 hierheen. En dan gaan we een rondje maken. Begint hier. Dan ga je zo weer hetzelfde rondje maken. Als we ook bij het hoofd telkens deden. En dan haak je de onderste twee bandjes overal eroverheen. Zo, we gaan nu onze basis vergroten. Pak daarvoor deze twee elastiekjes. Zet die op deze pion. Pak aan deze kant het bovenste elastiekje. Trek even. En ik voel dat er van deze pion komt. Ik wil hem even parkeren, maar daarvoor haal ik eerst dit elastiekje er hier zo overheen. En dan parkeer ik deze hier even. Trek ik aan deze en die zit vast aan de eerste pion en die plaats ik dan hierheen. En dan het geparkeerde elastiekje gaat zo weer terug. En aan de andere kant pakken we ook het bovenste elastiekje, die zit vast aan de eerste en die gaat dan hierheen. En onze basis is vergroot. We gaan nu weer gewoon een rondje maken. Ik duw alles wel een beetje naar beneden en ik begin weer hier. En dan gaan we zo verder het rondje afmaken. Gaan we hierheen. Ho. Hierheen. En het laatste elastiekje gaat hierheen. We gaan nu haken. Op sommige pinnen zitten maar 3 elastiekjes. Maar zorg ervoor dat je op elke pin 2 elastiekjes overhoudt. Hier zitten er 4, dus ik haak de onderste 2 eroverheen. Hier zitten 3, dus ik haak er alleen maar 1 overheen. Hier haak ik er ook eentje overheen. Hier haak ik er 2 overheen. Hier ook 2. Hier 1. Hier 1 en hier 2. En dan is deze rij helemaal klaar. En dan duw je alles even naar beneden. Deze rij is ook weer gewoon normaal een rondje maken. Zo. Ja, daar had ik er al een. Sorry. En we haken de onderste 2 eroverheen. Weer hetzelfde rondje.
En dan haak je overal de onderste twee bandjes eroverheen. Duw je alles naar beneden. En dan komt er nog een rij bovenop. Zo, en dan haak je overal gewoon weer de onderste twee eroverheen. En alles is gehaakt. En nu is het tijd om ons pad eentje van de loom af te halen. Ik pak daarvoor weer deze haaknaald. Voor dit kun je nu ook twee haaknaalden gebruiken, maar ik doe het gewoon met één. En de laatste. Nou, van de loom af. We gaan hem nu opvullen weer met wat vulling. Maar doe er nu niet te veel in, want we willen zijn lijfje willen we een beetje plat houden en niet helemaal bol. Dus pak wat vulling of elastiekjes natuurlijk. En dat stop je er dan in. Oh, sorry. Nou, ik denk dat het zo wel genoeg is. Misschien toch nog een beetje meer eruit. Nou, zo. Dan pak ik nog een enkel oranje en een stiekje. En dan gaan alle bandjes zo erop over. Alle beide uiteindes op je haak. Achterste over voorste en aantrekken voor het knoopje. Het hoofdje gaat weer een beetje omhoog. En dan, ja, is het een beetje plat maken, het lijfje. En het eentje ziet er nu zo uit. Nu steek je, heb je hier het knoopje in de twee bandjes erachter. Steek je je haaknaald in en dan die ervoor. Dat zijn deze, als het goed is. Ja, en dan pak ik twee gele elastiekjes. En die zet ik op mijn haak. En dat trek ik er doorheen, zodat het er zo uitziet. Ik ga nu verder met een enkel elastiekje, dubbel hem. En dan op je haak. En dan trek je het er doorheen bij de uiteindes op je haak. Pak je nu het uiteinde van je knoopje. En dan haal je alle bandjes er zo overheen. Pak je. Ga je hier zo tussenin. Pak je die twee lusjes van het knoopje en dan het uiteinde van het knoopje ook. En dan haal je het achterste over de voorste en dan trek je het nog een keer aan. En dan steek je hier nu zo een beetje doorheen. En dan trek je je lusje er doorheen. En je pad eentje is
af. Dus het staartje bij mij wil hij niet echt heel erg goed recht. Maar hij is zo wel super schattig. En ja, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.